En vandaag zit ik hier met mijn grote vriendin Pien! Woehoe! En vandaag hebben wij een super toffe challenge voor jullie in petto. Namelijk de geheime baby poep of flas challenge! Yay! En als jullie al heel benieuwd zijn hoe deze challenge zo werkt, dan kunnen jullie dat ons laten weten door deze video een dikke duim omhoog te geven. En we gaan voor de 11.684 dikke duim omhoog. Dus hebben we al jullie duim nodig. Abonneer gelijk even op mijn kanaal. En dan zeg ik, let's go met de challenge! Oké, voor ons staan twee hele grote bakken. In deze bak zit poep. En in deze bak zit plos. Per ronde moeten Pien en ik in één van deze twee bakken gaan graaien. In de bakken kunnen baby circuits zitten, maar ook babyvoedingpotjes met een rare, gekke opdracht erin die wij moeten gaan uitvoeren. Het doel van deze challenge is om zoveel mogelijk baby secrets te verzamelen. Maar dan wel met een twist. Wij gaan zo meteen namelijk een kaart trekken en die bepaalt of wij team poep of team plas zijn. En ben je team poep, dan moet je zoveel mogelijk baby secrets verzamelen die poepen. En team plas natuurlijk de baby's die plassen. We gaan dus nu beginnen om een kaart te trekken en te kijken bij welk team we zitten. En Pien, omdat jij de gast bent vandaag, mag jij als eerst een kaartje grabbelen. Ik denk voor deze ga. En ik ben team plas. En ik ben dus team peop. Oftewel poep. Oh ja, en nog iets superleuks. In deze video zit een hele toffe winactie. Dus blijf vooral kijken, want later in deze video ga ik jullie uitleggen wat de winactie is. Hoe je kans kan maken om de winactie te winnen. En Pien, gasten mogen altijd beginnen. Dus ik weet niet of je er blij mee bent. Maar je mag kiezen in welke bak je als eerst gaat graaien. Ik ga toch nu even voorzichtig-achtig, denk ik. Dus je gaat voor plas. En wat denk je dat je eruit gaat halen? Een baby circuit of een opdracht? Ja, ik denk toch een opdracht. Ik heb meestal niet echt geluk daarin. Ik ga ervoor. En? Nu toe voel ik nog niks. Maar het is wel heel erg lekker. Misschien is het meer daar of zo. Ik voel wat! Echt? Ja! Wat voel je? Weet het niet! Baby secret. Iets hards. Oh. En? Een baby secret! Baby secret! Lekker, Bido! Boeps! Nee. En nu is het jouw beurt. Welk bak ga je doen? Ik ben toch wel uiteindelijk team poep, dus ik ga gewoon voor poep. Ik duik er nu in, dus laat die baby secret maar komen. Eeeh, wat is het koud! Is het baby secret, waar ben je? Ik hoop, ik voel wat. Oké. Ja, yes! Ik heb een baby secret. Ik ga hem even omspoelen, jongens. Nou, hier zitten we dan met onze baby secrets. En we gaan jullie nu laten zien of we een jongen of een meisje hebben. En of ons jongen of meisje plast of poept. Dus let's go met openmaken. Oh, heel spannend. Oh kijk, dit is zo'n heel schattig kamertje ook. We blijven nog even een secret, oftewel een geheim, welke baby we hebben, want die zitten in dit zakje. Maar eerst gaan we eens even gokken welke baby we hebben. Oké, Pien, welke denk jij dat jij hebt? Ja, ik vind deze wel vet eigenlijk. Maar ik vind het allemaal wel leuk. 3, 2, 1. Ik doe gewoon dit. Oh, dit is zo leuk. Kijk hoe schattig. Nou, ik? Ik ben heel benieuwd. Oké, 3, 2. Oh, ik zie al iets. Ik heb de bijzondere! Yes! Hij heeft vleugeltjes en een unicorn helm. Dus ik vind het helemaal leuk. En leuke haartjes. Dan gaan we deze draaien. En ja, in dit zakje zit een flesje. Heel schattig. En een potje. We hebben hier ons drinkflesje en een bakje met water. En we gaan nu kijken of onze baby secret een jongen of een meisje is. Dus we gaan eerst wat water in onze flesjes doen. Eet smakelijk. Lekker drinken. Doordrinken wat we hem of haar net hebben gegeven, is er nu een sterretje verschenen in de luier. En het is of een blauw sterretje of een roze sterretje. En roze is een meisje en blauw is een jongen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Wat had jij? Oh, jij hebt een roze. Ik heb een meisje. Kijk, hier zit dus een roze sterretje, dus het is een meisje. 1, 2, 3. Oh, het is een jongetje. Het is een jongetje. En dan nu het andere grote moment. Poept of plast ons baby? Die van mij moet poepen om een punt te krijgen en die van jou moet plassen. 3, 2, 1. Oh, nee! Die van mij plast. We hebben allebei geen punten. Die van mij heeft geplast en die van Pien heeft gepoept. Oké, de volgende ronde. En nu mag ik beginnen met kiezen waar ik in ga. En ik ga nu voor de plas, want de poep was echt heel vies en koud. Dus ik ga nu gewoon lekker voor deze. En ik hoop echt heel erg dat ik er een baby secret uithaal en geen opdracht. Daar gaat ie. Ik voel hier nog niks. Maar het is ook een best grote bak, hè? Ja, dat is waar. Ik ga nog helemaal naar de andere kant. Ik ga eerst wel helemaal naar deze kant. Daar voel ik ook nog niks. Ik voel echt niks. Zit er wel wat in? Ik voel wat. Let's go. Nee! Nee, ik zie een potje. Ik ben een baby secret en niet
acht. Ik ga nu kijken welke gekke opdracht mij te wachten staat. Ik wil niet kijken eigenlijk, want ik wil het niet doen. Oké. Ik pak even deze handdoek, want onze handen zijn glad. Ja. Ik haal het papiertje eruit en daar zit dus de opdracht in. Spannend. Ja. Bel een bekende op en zeg hallo met baby. En dan staat er tussen haakjes naam. Dus in dit geval wordt het Bibi, want deze opdracht is voor mij. Met baby Bibi. Dan zeg je met zijn babystem dat baby Bibi in de luier heeft geplast. En dat baby Bibi in schone luier moet. Daarna zeg je baby Bibi is moe en moet naar bedje toe. Dag dag. Oké, moet het echt? Het is echt te beschamend. Ja. Oké, ik pak mijn telefoon wel. Dan gaan we, het is denk ik zo gênant. Ik durf niet te bellen, maar ik ga gewoon. Ik ga nu mijn vriendin Jill bellen. Wel dit, hè? Ja, heel goed hoor. Hallo, met baby Bibi. Baby Bibi heeft in de luier geplast. En baby Bibi moet een schone luier. Kom. Baby Bibi is moe. Is dat? Is ze moe? Ik ga nu op je TikTok of Insta kijken met wie je bent. Baby Bibi is moe en moet naar beetje toe. Dag, dag. Dit was zo awkward. Oké, Pien, jij mag weer in een bak krabbelen. En voor welk ga je? Ik had net plas, dus ik ga nu voor poep. Eeuw, oh, dat vind ik heel vies. Nee, dat is... Stout, hè? Oh, dat vind ik heel vies. Ja. Nee, oh, ik moet heel snel... Ik wil snel vinden. Voel niks. Waar zit die baby secret nou? Heb je wat? Ja! Oh, wat fijn. Dit is mijn baby secret en ik ga nu openmaken en kijken welke ik heb. Wacht. Welke denk je dat je gaat krijgen? Oh ja. Oh, dat is echt heel moeilijk. Ik denk dat je deze krijgt. Ja, dat denk ik ook. Het is echt allemaal heel erg leuk. We gaan kijken of je gelijk hebt. Ja. Welke heb ik? Oh, een bakkertje! Een bakkertje, wat schattig. Deze is heel schattig. En nu gaan we kijken of het een jongetje of een meisje is. Toppie? Ja. Weer draaien. Zit hier. Even water in het flesje en lekker drinken. En dan gaan we zien of jij een jongetje bent of een meisje. Ik gok een meisje. Oké, we gaan kijken. Is het een jongetje of een meisje? Ik ben benieuwd. Het is een meisje! Een meisje! En we gaan nu kijken of je ook een punt behaalt. Want als je een meisje plast, dan heb je een punt. En als je een meisje poept, dan niet. Ik hoop. Please, plas. Kom op, ga plassen. Ga poepen. Of poep. Ze heeft lekker gegeten, dus we gaan nu kijken of ze heeft gepoept of geplast. Please. Wat? Ja! Geplast! Ja! Yes! 1-0. Kijk, er staat een gele druppel, dus ik heb een punt. Yeah! Nou, we zijn weer aangekomen bij de volgende ronde. En Pien, jij mag weer als eerste rijden. Ga je voor poep of plas? Ik ga toch voor plas. Ik duik er nu in. Voel je wat? Zo lekker. Nee, tot nu toe voel ik alleen maar slecht. Waar is die baby secret? Of opdracht, Spien. Baby secret. Ik voel helemaal niks. Ja, er moet wat in zitten. Please. Er zit gewoon niks in. Nee, ik wil een baby secret. Geen opdracht. Geef een opdracht. Why? Oh, ik hoop zo dat het leuk is, hè? Krijg je hem open? Ja. Ja. De opdracht is bel een bekende op en zeg hallo met baby, naam dus baby Pien. Dan zeg je met een babystem dat baby Pien honger heeft en baby Pien een flesje warme melk wil. Daarna zeg je baby Pien is moe, moet naar bedje toe. Dag, dag. En dan hang je op. Heb je al een idee wie je gaat bellen? Ik ga nu onze vriendin Lieve bellen. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaat reageren. Ik ook. Hoi. Hallo met baby Pien. Ik heb heel veel honger. En ik wil een flesje warme melk. Oh, lekker man. Heb je dat voor mij? Jammer genoeg niet. Maar baby Pien is moe. Moet naar bedje toe. Dag, dag. Nou, het is nu mijn beurt en ik ga in de plasbak rijden. Ik voel hier nog helemaal niks. Nee, hier ligt ook niks. Nog steeds niks. Oké. Oh, ik zag het. Echt? Ja. Dat was het. Ga je niet zeggen? Een baby secret! Yes! Voordat je gaat openmaken, welke baby denk je dat je hebt? Ik denk dat ik nu deze heb. Ja? Ja. Zo. Zakje eruit. Heel benieuwd. Ja, dat is kijk. Hoe dan? Deze is zo cute. Kijk eens jongens hoe leuk deze is. Ik pak even het potje en het flesje. Ik hoop heel erg dat het een poeper is. Nu heb je eindelijk een punt. Lekker drinken baby. Ik denk dat het een jongetje is. Ik denk dat het een meisje is. Het is een jongetje. En dan nu kijken of ik nog een punt gescoord heb. Want we gaan nu kijken of het jongetje gaat poepen of gaat plassen. Gaan kijken.
laat eerst een zien. Wat is het? Ik vind het. Oh, het oh, het staat 1-1! Yes, lekker biep, lekker biep. We zijn alweer aangekomen bij de laatste ronde. En zullen we dan tegelijk gaan gooien, want dat lijkt me wel leuk. Ja. Eén van ons kan nog winnen, want we staan nu gelijk. Oké, okay, ik ga in deze maar gooien. Ik ga deze. 3, 2, 1. Waar zijn die baby secrets? Kom ja. Hier. Ja! Jij hebt van wat? Dat is een baby secret! Dankjewel, echt. Heb jij nou de opdracht al? Ik denk het wel. Baby secret, kom. Ik voel wat. Ik denk het. Oh, het is een baby secret! En zoveel geluk, hè. Pien, welke denk jij dat jij hebt deze ronde? Nou, ik heb zo'n gevoel dat ik deze heb, omdat we deze nog niet hebben gehad. En ik heb een heel sterk voorgevoel dat ik die met de koptelefoon heb. Laten we niet langer wachten, we gaan hem openmaken. Oh, ik vind het zo spannend, hè? Oké, let's go. Ik voel iets. Ik weet welke ik heb. Zullen we het tegelijk gaan onthullen? Ja. 3, 2, 1. Oh, ik heb een bakkertje! Kijk, ik heb een bakkertje, die wil ik heel graag. Deze heeft ook een microfoon. Wat schattig. Kijk, die van mij, wat schattig. Die had jij al, maar deze wil ik ook zo graag. Een tweeling. Kom, we gaan kijken of we een meisje en een jongen hebben en of die plastof komt. Ik heb een jongen. En ik heb een meisje. Nu gaan we kijken of ze gepoept of geplast hebben. 3, 2, 1. Nee! Yes! Maar hij heeft gepoept. Ik heb gewonnen. En Pien had dus een plas nodig. Dus ik heb gewonnen. Ze staat 2-1. Pien, waar ben je? Gefeliciteerd. Dankjewel. Ben je nou helemaal enthousiast geworden van deze leuke baby secrets? Dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want ik geef deze 4 baby secrets weg. Dus 1 winnaar wint maar liefst 4 baby secrets. Dit moet je doen om kans te maken op deze 4 baby secrets. 1. Geef deze video een dikke duim omhoog. 2. Je moet abonnee zijn van mijn kanaal om kans te kunnen maken. Dus als je nog geen abonnee bent, klik dan snel even op de rode abonneren knop hieronder deze video. En ja, abonneren is helemaal gratis. En 3. Je moet even het infoformulier invullen die hieronder in de beschrijving staat. Over een week krijgt de winnaar een berichtje van mij. Heel veel succes! En dan zijn we ook weer aan het einde gekomen van deze video. We hopen dat je het super leuk vond, net als wij. En geef deze video dus een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En als je dan toch bezig bent, ga gelijk even abonneren op Pina's kanaal. Want ze maakt ook hele leuke video's. En dan zeggen wij bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!